of COVID, zoals wij dat ook noemen, is dat wij heel erg in de media gefocust zijn op de IC. Maar het allerbelangrijkste gebeurt thuis. De huisarts die met jou praat over hoe sta je in het leven, hoe sta je ervoor fysiek, hoe sta je ervoor qua andere ziektes, hoe sta je ervoor met wat je wil. En we moeten ons realiseren dat een beademing is topsport. En voor sommige mensen is dat een hele goede vorm als je daar doorheen komt. Maar als je ook naar topsport kijkt en kijkt hoe we met sporters omgaan, er is veel meer dan alleen beademen. Er is ook begeleiden, er is ondersteunen, er is moed geven, er is zeg maar nabijheid van naasten. En dat moeten we in deze crisis niet vergeten, dat dat uiteindelijk betere medicijnen zijn dan zuurstof en beademing, die alleen jou helpen om zeg maar de jouw eigen strijd tegen corona zeg maar te kunnen voeren. Maar die andere dingen, en die thuis gebeuren en die ook nabij zijn bij mensen, die zijn zeker zo sterk. Hm. En dat zijn we in onze zeg maar opbouw van ons gezondheidszorgsysteem wel eens vergeten. En waar wij dus ook zeggen van die discussie die jij terecht benoemt, die moet voor het ziekenhuis al gevoerd zijn. En wat moet er dan besproken worden? Wat mensen zich te weinig. Iedereen denkt bij een ziekenhuis dat het een veilige plek is. Maar thuis is echt veiliger. En als je thuis bent en je hebt je naasten bij je die voor jou zorgen, dat is heel anders dan wanneer jij met zeg maar alle middelen die we hebben, net nadat je van de spoedeisende hulp komt, ben je gescheiden van je familie. Je ziet niemand meer. Ja. Je ziet de foto's van de mondkapjes en de schermen. En dat is goed werk. Die mensen werken zich echt helemaal te pletten. Maar het is niet de warme hand om je schouder van jouw naasten, van je moeder, van je partner of van je kind. En die dingen die zijn ook erg behulpzaam in de strijd die jij zelf tegen je eigen corona moet voeren. Ja, maar dat is natuurlijk wel wat ik me dan wel bij afvraag. Inderdaad, die warme hand en die warmte, die gaat je niet genezen, toch? Nee, maar niets anders. Er is geen genezing. Nee, want los, je moet los het zelf doen. Los van de capaciteit op de IC gaat het om van, is het zinvol medisch handelen? En daar moet je het met elkaar over hebben. Hè? Van, je kan wel iemand op de IC aan de beademing leggen, maar is dat een zinvolle medische handeling en gaat dat iemand helpen en beter maken? We zien nu dat het heel lang duurt dat mensen aan de beademing liggen. En als je lang aan de beademing ligt, dan verzwakt je lichaam alleen maar meer en meer. En daarna heb je een hele lange tijd nodig, als je ervan afkomt, om daar weer bovenop te komen. En dat kan goed gaan bij mensen die een ongeval krijgen en dus relatief gezonde longen hebben. Maar bij corona, COVID, is het nou juist zo dat mensen hele slechte en zieke longen hebben. Die moeten langdurig beademd worden. Ja, en daarna is maar de vraag van hoe je dan weer herstelt. En daarom is het belangrijk dat mensen erover nadenken. Zeker als je wat zwakker bent en andere aandoeningen hebt. Van, wil ik dat? Maar dat kan tot hele moeilijke keuzes leiden. Ja, dat leidt tot moeilijke keuzes. En vooral ook die keuzes is belangrijk dat mensen daar vooral zelf over nadenken. En als het enigszins is, kan daar tevoren ook met elkaar en met hun familie en eventueel met hun huisarts over hebben. Want onze collega's van TV Rubriek 1 vandaag, die hadden vandaag een aantal richtlijnen die van ziekenhuizen.